Hoe bent u in de duivensport terechtgekomen? Dat is via mijn vader geweest. En mijn vader was een programmaspeler. Mm-hmm. En zo ben ik op 10-jarige leeftijd ben ik voor het eerst lid geworden bij de duiven. We speelden vroeger programma tot 700 kilometer. Mm-hmm. En toen ik afgestudeerd ben, ben ik naar de familie Eierkamp gegaan. Mm-hmm. Om te werken als office manager. En ik heb daar gevlogen onder de naam B.J. Eierkamp. Na een zestal jaar ben ik teruggekomen naar het beloofde land, naar Friesland. Ja. En mijn eigen kolonie opgestart met de kennis en de wetenschap die ik daarop heb gedaan. Mm-hmm. En van hieraf gestart met bouwen van mijn eigen kolonie. Ja, ja. Oké. Okay. Dan zien wij de veiling. Gaat jouw veiling komen begin december. En kunt u een beetje meer vertellen welke duiven dat er gaan aangeboden worden? Ja, in het korte, de hele basis hier is gebaseerd op duiven die hier gevlogen hebben. En als je wil, dan laat ik even een paar de originele, eigenlijk de unieke staamduiven zien. Ja. Ze zijn inmiddels op leeftijd natuurlijk. Mm-hmm. Maar daar is alles op gebaseerd. En dat zijn, die vind je in iedere afstamming vind je die duiven terug. Ja. Dus laat ik maar met het oudste van het stel beginnen. En misschien wel het bekendste. Ze is natuurlijk al aan de leeftijd. Dit is de oudste. Velen hebben de naam gebruikt, maar dit is echt de allereerste die zo... Die voor mij de naam mag dragen naar het Friese topmodel. Nou, dit is mijn Friese topmodel. Ze is inmiddels 15 jaar oud. Maar ze heeft nog altijd hetzelfde. Nooit stil willen zitten. En dat is verschrikkelijk vererfelijk. Ja. Want het zijn lastige duiven in het karakter. Maar dat zijn duiven die door slecht weer kunnen, met hitte kunnen, door de nacht komen. En ook afstand kunnen hebben. Mm-hmm. En het zijn enorme karakterduiven. Ze zijn nog steeds bijna niet te vangen. Niet. En dat is een bepaalde drang die ze thuis brengt.